Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video de verschillen tussen de klachtprocedure en de bezwaarschriftprocedure. In het bestuursrecht zie je vaak de bezwaarschriften en klachtschriften terugkomen. Een bezwaarschrift kan relevant zijn voor een burger als deze het niet eens is met een besluit. Het bestuursorgaan kan het besluit dan heroverwegen. Indien een burger het niet eens is met de gedraging van het bestuursorgaan, dan kan deze een klacht indienen. De burger kan vaak kiezen tussen een intern klachtrecht of een extern klachtrecht. Een klachtschrift wordt vaak verward met een bezwaarschrift. Het grootste verschil is dat een klachtschrift zich niet inhoudelijk uitlaat over het besluit. Dat betekent dat het besluit niet wordt heroverwogen. Bij een klachtprocedure regeert de burger zich op een gedraging van een bestuursorgaan, als deze bijvoorbeeld onjuist is bejegend door een bestuursorgaan. Met andere woorden, bij een klachtrecht staat de behoorlijkheidstoetsing van een gedraging centraal. Net als bij een bezwaarschrift is ook bij een klachtprocedure het belangrijk dat de burger gehoord wordt, de zogenaamde hoorplicht. Kortom, klachtrecht richt zich op de gedraging of bejegening van het bestuursorgaan. De bezwaarschriftprocedure richt zich op de inhoud van het besluit. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.